Terwijl de deelnemers bijna klaar zijn voor de start, wordt het parcours uitgezet voor het PAWC NK Paragility bij Hondenschoolboom in Holte. Het is een heel bijzonder evenement, want hier doen mensen mee met beperkingen. Die normaal gesproken natuurlijk in een normale competitie niet echt mee kunnen komen. En die hebben hier een mooi uitgelezen kans om zich te laten zien. En het is gecombineerd met het GPO, dat is het Grote Prijs van het Oosten. Daar doen mensen zonder beperking aan mee. En daar maken we er een benefiet van, zodat we de kosten voor de mensen van de PAWC bekostigd krijgen. Zodat die straks naar het WK in Oostenrijk kunnen. Tijdens het jureren kijken wij voornamelijk of de hond het juiste parcours loopt. Hij moet de nummers volgen zoals wij hebben aangegeven. Dat de handler gaat dat aangeven aan de hond. Wij letten natuurlijk ook op de handler, want die mag natuurlijk ook niet aan de toestellen komen. Die mag niet over toestellen heen lopen. Die moet correct handen handelen naar de hond. Ja, en de hond die goed doorkomt, die gaat uiteindelijk winnen. Ja, als je leert het verschil van para's en gewone guillotine para's is natuurlijk, heb je met een hele andere doelgroep te maken. Mensen lopen met de rolstoel of rijden met rolstoelen, lopen met krukken. Daar jureer je natuurlijk ook op een bepaalde manier. We zijn daar iets milder in met de straffen. Maar uiteindelijk is de jurering hetzelfde. Alleen we beoordelen soms de weigering iets later. Maar dat is net aan de keurmeester hoe hij dat in zijn werk laat gaan. En de parcours stemmen we natuurlijk ook af op de para-agility. We hebben vandaag het Nederlands kampioenschap para-agility gehad, waar ik onder andere aan deel heb genomen met Juna en met Kaylee. Juna heb ik bij me liggen hier naast me. En we hebben net de uitslag gekregen dat wij tweede zijn geworden. Wat er gewoon leuk aan is, je bent bezig met je hond. Je bouwt er een veel band met je hond, bouw je ermee op. En je bent daarnaast ook weer onder andere mensen. Je komt buiten. Juna is mijn hulphond. En eigenlijk wilde ik voor haar juist iets gaan doen dat ze naast haar werk haar ontspanning heeft. Maar je krijgt er veel meer mee. Je krijgt zoveel plezier krijg je ervan. Het maakt niet uit wat je met je hond doet. Al ga je flyball doen of weet ik het. Ga gewoon lekker bezig met je hond.